Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb een enorm groot probleem. In de vorige video heb ik dit bommetje gekregen en die gaat over ongeveer 21 dagen ontploffen. En dan wil ik natuurlijk niet dat hij in mijn inventory zit. De bedoeling van dit bommetje is om hem in iemands inventory te geven. En dan over 21 dagen, wanneer dit bommetje ontploft, in wiens inventory die dan zit, die heeft verloren. En zoals je op tap kan zien, de bom ontploft over 21 dagen, 23 uur, 19 minuten en ongeveer 10 seconden. Maar gelukkig zijn er ook meerdere mensen online. Dus laten we deze video openen door even dit bommetje in iemand anders zijn inventory te doen. Hey, jongens. Ja, we gaan... Hey. Dit vind ik Hallo. Hoe is het, Rick? Hier, de toren wordt hoog. Hij zegt wel dat short dat bommetje, maar ik vond niet... Wat? Oei, oei, oei. Wat zei je, Harlo? Harlo is gewoon een beetje on edge. Dat is wel... Over wat? Ja, de bommetjes en mensen. En oh, dat bommetje! Ja. Ja, ik hoorde dat Char jullie het bommetje probeerde te geven net. Ja, maar het ging niet. Ja, het ging wel goed voor ons, maar niet voor haar. Ja, ja. Maar... Mislukt. Je toren is echt. Ik vind die dat schuine vind ik echt mooi. Sick, hè? Wat jij aan het doen met je toren. Ja, dat is echt heel sick. Dat is oprecht. Kan je ook al helemaal naar boven of moet je nog vliegen? Nee, je moet nog wel vliegen. Maar ik heb dit echt letterlijk net omhoog zo gegooid. En er gaat nog wel een water elevator in. Maar dit. Hij is echt heel cool. Ik ga even kijken. Hij zegt dus nog één. Het is echt insane hoog, dit. Het is echt niet normaal hoe hoog hier staat. Wij hebben net geprobeerd te klutschen, maar dat ging niet helemaal goed. Nee, daar waren we niet te springen in het water. Nee, door met een bucket. Wel met een bucket? Ja, wel met een bucket, inderdaad. Nou, welkom. Op deze etage gaat dus de rooftop bar komen met de over-edge swimming pool. Oh, aan deze kant komt het dingetje te staan, een balkonnetje. Een balkonnetje in de vorm van een zwembad, ja. Oh, sick. Ja. Maar ik zie ook wel een taart staan of zo. Ja, dat Meerdere. Heb ik met zijn jumbo gemaakt op zijn stream. Gezellig. Ja. Taart. Kijk, die linker taart bij zijn basis is van mij en die andere taart bij mijn basis... Ik wist het ook gewoon. Dit is zo ontzettend lullig. Oh, het spijt me, Harlo. Ik wist niet wie van jullie twee target zou worden. En hij doet het. Het spijt me. Je mag het niet terug aan mij geven, dus ik sta hier wel lekker veilig gewoon. Oh, wat erg grappig dit. Het spijt me, Harlo. Ik hou COVID-afstand, maar dan wel... COVID-afstand. Deur 3. Ja, één van jullie zou de klos zijn. Gewoon. Ja. En zijn mic ligt er ook gelijk uit. Hij kan gelijk niet meer reageren. Oef. Hij heeft gereed spit. Jij bent niet veilig, hè? Ik ben nu hartstikke veilig. Ja, maar... Kom maar goed. Ik ga wel caven of zo. Gewoon jezelf veiligstellen. Nou, dan moet je niet meer op scherp staan ineens. Maar ik vind je toren echt wel leuk. Ja, sick, hè? Ja, ik ook. Sorry, Harlo. Ik vind het niet leuk. En dan hebben Albert en Hein je nog wel eens een leuk bericht gestuurd. Albert en Hein, wat zeg je nou? Heb je dat nog niet gezien? Nee, ik moet nog mijn post checken. Verdorie. Ga ik zo doen. Ja. Hé, hey, jongens, succes. Succes met de toren. Succes met de bom. Succes met je basis. Succes met de bom, hè? Ja. Ik ga wel lekker naar beneden vallen. Hier, gaan we weer een sumo. Dag Harlo, doei. Dag Ricky. Ik vind dit echt heel goed. Goed jongens, nou dat is een erg succesvol verhaal. Het bommetje is aan Harlo gegeven daar in de verte bij de grote wolkenkrabber van Ricky die alleen maar hoger en hoger wordt. Zo, daar zijn we daar ook maar weer vanaf. En een kleine regel van dit spelletje. Ik heb de bom nu aan Harlo gegeven, dus Harlo mag de bom niet teruggeven aan mij. Hij moet hem aan iemand anders geven en die kan hem wel weer aan mij geven. Zo ben ik dus voor nu nog heel even veilig. Maar nu jongens, jullie hebben de shulkerboxen hier allemaal natuurlijk al lang weer gezien. Jullie oplettende kijkers, we hebben hier allemaal spulletjes staan. En daarvoor wil ik even een grote shout-out doen naar Char de Knar. Die heeft geholpen met alles verzamelen, als ze niet meer heeft verzameld dan ik zelfs. Dus dankjewel Char voor het grotendeels... sponsoren van al deze spulletjes. Het is tijd om verder te gaan met de voorkant van mijn basis. Het is inmiddels echt al bijna 10 afleveringen geleden dat ik die voorkant hier zo gebouwd heb. En sinds toen ben ik ook gewoon niet meer verder gegaan. Ik heb hier natuurlijk allemaal dingen aan de binnenkant gedaan, zoals mijn chessroom, het winkelgebied daar de winkeltjes, deze decoratie, deze grote muur hier natuurlijk. Dus het is eindelijk gewoon een keertje zover om hiermee verder te gaan. Dus ja, laten we daar maar gelijk mee beginnen. In 3. In 2, in 1.
Oké, dat ziet er wel leuk uit tot nu toe. We hebben leuk nu dit gedeelte, dit grijze blokje gedetailleerd. En we hebben leuk dat grijze blok daar gedetailleerd. Aan deze kant hier heb ik gewoon voor een simpel raam hier gekozen met een beetje decoratie eromheen. Hier gewoon drie simpele raampjes. En hier een grote buis met allemaal smurrie. Aan de andere kant is iets ingewikkelder. Ik heb hier een soort van redstone systeem gemaakt, alsof het daadwerkelijk een fabriek is. Een grote schoorsteen helemaal naar boven. Hier wat leuke details onder en daar een leuk inhammetje. En ik dacht misschien is het leuk om hier uiteindelijk een soort van kantoor te bouwen. Dat ik dan hier mijn grote balkon heb. En als ik dan uit het balkon kijk, kijk ik naar de grote stelt van Harlow. Ik bedoel van Zeezombo. Dus letterlijk de grootste stelt ter wereld. Erg leuk. Ja, maar dit is wel een leuk plekje. Dit is zeker een leuk plekje. Goed, dan is het nu tijd om aan de slag te gaan met het rechterblok en met het linkerblok. En als dat gedaan is, dan komen we met het laatste. Maar laten we eerst maar even die twee blokken verder bouwen. Begint er oprecht heel nice uit te zien. Zoals jullie kunnen zien ben ik voor een best gek design gegaan aan de zijkanten. We hebben aan de rechterkant van deze grote pilaar, hier hebben we een soort van halve boog met allemaal gekleurde blokjes. Dan in het midden hier is het helemaal grijs en dit wordt zo meteen duidelijk waarom het grijs is. Moet je nog heel even geduld hebben. En hier aan de andere kant heb ik voor een soort van appartementjes gekozen. Maar eerst doen we even een lekker tukkie. Dus als je het zo van een afstandje ziet, ziet het er erg leuk uit. Wel heel druk natuurlijk, maar daar gaan we ook voor. En als we dan hierop landen, dan heb ik hier een vierkantje staan. Als je een beetje goed ziet zo, dan zie je dat het vierkantje helemaal in lijn loopt met het grijze hieronder. En hier heb ik ook nog een raar blok. En geloof het of niet, dit blok hier wordt geconnect met het blok daar aan de overkant. En dan vraag je je af hoe? Ja, dat ga je zo meteen zien. Laten we eerst even deze twee pilaar maken. Dus deze pilaar hier en die pilaar aan de andere kant. En dan zijn het stiekem geen pilaren, maar gewoon hele grote schoorstenen. Dus laten we die gelijk even maken. Dit ziet er oprecht heel leuk uit. Grote mega schoorstenen met heel veel rook eruit. En nu begint het echt op een fabriek te lijken. Ik weet dat mijn beeld heel random is. Hey Max, ik ga de reacties achterlaten. Dit is echt het raarste wat je ooit hebt gebouwd. Ik weet het jongens, maar geef het even de tijd. Gun mij de tijd. Zoals je kan zien begint het langzaam al ergens op te lijken. We gaan er even een beetje omheen vliegen. En ja, kijk dit dan. Nee, dit begint toch op een hele gekke fabriek te lijken. Enig is dat je wel echt duidelijk ziet dat het alleen een voorkant is. Want als je van de achterkant ernaar kijkt, zie je dat het ook gewoon... Oh mijn god, dat staan daar veel monsters. Maar dan zie je ook gewoon dat het alleen een voorkantje is. Dus we moeten binnenkort ook echt wel beginnen aan de achterkant. Dat het op zijn minst ook gewoon één groot geheel wordt. En ik wil hem nog hoger bouwen. Ricky's toren is ineens het hoogste gebouw. Maar dat kan niet, jongens. Mijn gebouw moet nog hoger worden dan dit. We moeten hoger gaan dan Ricky's toren uiteindelijk. Het kan niet anders. Hij heeft een wolkenkrabber hier. En we hebben de grote stelt van Zeezombo. Maar eigenlijk moet mijn gebouw het hoogste en grootste gebouw van de hele server worden. Maar goed, hij is nog niet klaar. Ik moet nog één laatste dingetje doen en dan is de timelapse afgelopen. Het enige wat wij nog moeten doen is dit blok hier, jongens. Dit blok hier moet helemaal gelinkt worden aan dat blok daar. En zoals je misschien een beetje kan zien, kijk dat groenachtige patroonje, dat loopt in een bolling en die loopt daarheen. Dus ik dacht, als ik nou de bolling zo door laat lopen en dan daar weer aansluit, dan gaat die daar naar beneden. Dan heb je in principe een soort van rare halve cirkel. En wat moet een halve cirkel op dit gebouw? Ik heb geen idee, maar we gaan het gewoon lekker bouwen. En zo hebben wij ineens een hele mooie boog van de rechter schoorsteen helemaal door naar de linker schoorsteen. En wat ziet mijn gebouw er bijzonder uit op het moment. Het is echt een, ik weet niet zo goed hoe ik het moet beschrijven. Het is gewoon echt een excentriek gebouw, denk ik. Het is voor de helft is het gewoon een fabriek, want voor de helft een winkelcentrum.
Maar zoals je nu aan de zijkanten ziet, gaat het ook een soort appartementencomplex worden. En er zit er ineens een grote boog hier en schoorstenen met dikke rook. Ik weet het, jongens. Het is heel, heel vreemd. Maar heel leuk. Het idee van dit gebouw is een beetje, jongens, waar ik over na zat te denken. Ik wil gewoon een gebouw creëren die je onmogelijk in het echte leven gaat zien. In de vorige seizoen heb ik alleen maar dingen gebouwd voor mijn gevoel die je daadwerkelijk ergens kan zien. Die je daadwerkelijk uit het echte leven kan halen. Maar dit gebouw hier is gewoon een gebouw die ik voor mijn gevoel echt nergens in de wereld zal zien. En hij is nog lang niet klaar, want ik zei het net ook al. Ik wil hem eigenlijk nog hoger hebben dan Ricky's wolkenkrabber. En als je ziet hoe hoog Ricky's wolkenkrabber is, die komt letterlijk boven de wolken. Hij krabt daadwerkelijk de wolken. Die van mij komt niet eens in de buurt. Het rookt misschien een beetje. Dus dat betekent dat we hier achter in het midden waarschijnlijk van mijn gebouw nog een veel stuk hoger moeten gaan. Dus laten we zeggen dat mijn gebouw nu ongeveer de 20% af is. 20% van het complete idee dat ik heb. Dus ja, als je denkt, Max, wat ziet het er gek uit? Hij is zeg maar nog lang niet af. Maar ik vind hem tot nu toe al heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Gewoon de gekkigheid ervan, een beetje de funkiness, weet ik veel hoe ik het moet beschrijven. Het is een heel vreemd gebouw, maar ik vind het echt heel leuk. Goed, dan is het nu tijd om al deze spulletjes hier even op te bergen. Ik heb al genoeg troepjes bij me, dus laten we deze chocoboxen opruimen. Want ik wil zo lang mogelijk die straten schoonhouden. Een paar afleveringen geleden heb ik natuurlijk mijn chestroom gebouwd. En het zou een beetje zonde zijn als we die chestroom niet gebruiken. Wat is dit hier? Oh, er is ook nog van Joris gekregen. Nether Ward Blocks. Deze heb ik allemaal van Joris gekregen. Nou, dankjewel Joris. Hey. Huh? Zit hier nou een pufferfish onder? Of hoor ik dat verkeerd? Hallo? Ah, ik wist het. Er zit hier een pufferfish. Kijk dit nou. Oh, wat irritant. Iemand heeft een pufferfish hier geplaatst. En er staat hier een... Dit ga ik zo meteen kijken, die lectern. Laten we eerst even een bucket pakken. Om die pufferfish weg. Dat wat irritant. Hier, waterbucket pakken we. En er staan hier ook diamondblokken. Oh, er is van alles gebeurd. Wacht even. Hier komen. Hey, een achievement. Tactical fishing. Nice. Wat hebben we hier nou weer? Review aankopen. Warenhuis knallie. Hoezo? Warenhuis? Dit is mijn chestroom. Naam Shard de Knar. Sterren, 4 sterren. Opmerkingen. Voorraden waren soms wat beperkt. Verder wel een uitgebreid assortiment. De sieraden ontbraken. Min 1 sieraden. Maar mijn winkel zit hiernaast, jongens. Zeg maar niet... Dit is geen winkel. Dit is geen warenhuis. Dit is mijn chestroom. Naam Knorris. Sterren 3 sterren. Ster minder. Opmerkingen. Zeer mooie inrichting. De winkel had veel sfeer en een groot assortiment. Wel jammer dat er eigenlijk alleen witte concrete was. Overal goed 3 sterren. Reden van aankoop bij warenhuis Knallie. Regelmatig verdwenen er spullen uit onze opslag. Oké, jongens. Hier moet ik toegeven. Soms als ik spullen niet kan pakken... Of soms als ik spullen nodig heb en ik heb ze niet... Dan betaal ik wel 1 char door gewoon naar de kistenkamer te gaan, spullen te pakken en dan diamonds achter te laten. Dus dan steel ik het, maar ik betaal de diamonds voor, dus ik steel het niet. Soort van. Regelmatig verdwenen er spullen uit onze opslag en kwamen er diamonds terug. Nu hadden wij met spoed items nodig, dus dachten we gelijk eraan om hier langs te gaan. Ja, maar nu zijn we spullen gestolen waarschijnlijk. Voor al je snelle aankopen kan ik dit aanraden. Oh jee, klanten. PS, er is een nieuwe kringloopwinkel geopend waar allemaal tweedehands spullen verkocht worden. 1 diamond per inventoryplek. Mocht je spullen missen, kom dan snel een keer langs. En wie weet hebben we het op voorraad. We zijn gevestigd in een oud magazijn. Oh nee. Oh nee, jongens. Wacht even, mijn spullen. Wat is er dan gestolen? Huh? Er zit allemaal diamond. Oh mijn god. Dat meen je. Wacht. Nog een diamond hier. Nog meer Hebben ze gewoon random spullen zitten pakken uit de kisten? En daar diamonds voor zitten betalen? No way dat ze al deze dingen daadwerkelijk nodig hadden. Dat geloof ik niet. Nee, ze hebben gewoon overal dingen uitgepakt. Ik ben een soort van... Ik wil zeggen, ik ben beroofd. Kijk, mijn koper! Ik wil zeggen, ik ben beroofd, maar... Het is niet echt beroofd, want ik heb er diamonds voor teruggekregen. Oh, echt overal zijn ook gewoon spullen gekocht, jongens. In mijn chestroom. Overal. Dat meen je. Ook boven. Hé. Hey. Hallo. Hey. Je bent beroofd. Waar heb je het over? Nou, niet beroofd. Je hebt betaald. Maar het soort van beroofd. Nee joh. Hoe kom je daarbij? Het is echt vreselijk. Ik zit nu de schade te controleren. Het is echt meer dan ik dacht. Het is echt elke kist zit bij. Hebben jullie wel wat gepakt? Ja, nou, gewoon. Ik heb echt een heerlijke middag geshopt. Dit is mijn chestroom. Hoezo heb je geshopt? Is dit je chestroom? Man, dit is geen warenhuis. Oh. Mijn hardverdiende spullen hier gekocht. En gewoon gekocht. Ik kan het geen stelen noemen, omdat jullie diamonds hebben achtergelaten. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel diamonds ik nu heb. Dus je bent boos omdat je nu rijk bent? Nee, wacht. Ik moet heel even over nadenken wat ik hiervan vind. Ik moet heel even kijken of ik gepast boos kan zijn of dat ik inderdaad rijk ben. Ik moet nog even de schade tellen. Oké.
Maar ik kom wel met een reden eigenlijk ook. Nou? Ik heb strings nodig. Heb je strings? Ja, dat weet ik niet meer. Ik zal even kijken. Ik weet niet of ik de strings heb. Er is van alles bij me gepakt. Ja, zeker. Ik heb strings. Ruilen voor een diamond? 1 diamond is prima. Je mag hem ook gewoon hebben trouwens. Doe maar. Nee, neem die diamond. Oké, neem die diamond. Dat laat ik me geen 2 keer zeggen. En, is dit ook van jullie? Ja, we hebben betaald met een diamond blok. Voor de shulkers. Oh, dit is voor de shulkerboxen dit. Dit is geen diamond blok. Dit jawel, is een net diamond blok. Jawel, dat zie je toch? Ja, maar het is niet een 1. Hier kan ik geen diamonds uit halen. Oh. Maar ik neem ze wel. Ik vind ze wel leuk. Okay. Ik vind ze heel leuk. Het heeft ons wel een diamond blok gekost. Om dit te maken? Ja. Oh mijn god, oké. Dan zie ik de waarde er wel van in. Is goed. Okay. Ik ga even mijn inventory even kijken hoeveel dingen heb je hier. Neem je boekje maar mee. Oh, oké, dank je. Misschien kunnen we nog bij iemand anders gaan shoppen. Ja, ga maar kijken. Kijk maar of je bij iemand anders nog kan shoppen. Oké, ik ga al. Neem die pufferfish voort dan ook mee. Die is niet van mij. Van wie was die dan? Weet ik niet. Van Joris, oké. Goed jongens, laten we even kijken hoeveel diamonds er in totaal daadwerkelijk zijn beland in mijn kisten. Oh, dit gaat. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel diamonds er zijn uitgegeven aan mijn spullen. En hoe kan ik ze terugkrijgen? Moet ik ze nou terugkopen bij een nieuw geopend kraampje ergens? Wat stond er nou? Oh, ik heb het boek weggegeven. Waarom heb ik dat gedaan? Volgens mij stond er in dat boek dat er een nieuw geopende rommelmarktje of zo is. Ik weet niet echt precies hoe ze het noemden. En dat ik daar per diamond 1 soort ding terug kan... Oh, waarschijnlijk kan ik al mijn eigen spullen terug gaan kopen. Nee! Nee! Oh, het zijn wel echt veel diamonds. Oh, wat hebben ze veel uitgegeven. Oh mijn god, hé. Ik weet ook niet eens wat ik mis. Ik ben heel benieuwd of ik nog terug kan zien wat ik mis. Of ze dat ergens tentoonstellen voor me. Ook al mijn hout. Ze hebben zoveel van mijn hout hebben ze ook gestolen. Hier, van mijn blauwe hout hier. Nog ook van mijn bamboehout. Ik blijf stelen, zeg maar. Het is ook niet echt stelen. Het is kopen. Ze hebben het gekocht allemaal. Ze hebben gewoon oprecht meer dan 2 stack diamonds uitgegeven. Hé, hey, als ik mijn spullen niet terug hoef, dan ben ik wel rijk nu, jongens. Ik bedoel, dan heb ik wel in één keer gewoon meer dan 2 stack diamonds. Zoals dirty. Er is dirt genomen. Dat mogen ze houden. En gras, dat mogen ze ook wel houden. Oké, we hebben een 2 stack en 18 diamonds in totaal. Laten we even kijken in het oude magazijn. Dat is volgens mij... Bedoelen ze dan gewoon dit gebouw hiermee? Is hier daadwerkelijk wat aangepast? Oh, kringloop! Ze hebben een kringloopwinkel geopend. Geen toegang als je geen Max heet. Ik heet Max. Ik heet Max. Ik heb toegang. Ze hebben een kringloopwinkel in mijn oude magazijn gebouwd. Oh mijn god. Oké, laten we even kijken. Elk kistslot is 1 diamond. Dus maakt niet uit wat erin zit. Het is 1 diamond. Dit zijn mijn spullen. Ik ken het direct al. Ja. Jongens, dit zijn mijn spullen. Ze hebben mijn spullen gestolen. De dieven. Ze hebben het gekocht zodat ik het zelf terug kan kopen. Dat is letterlijk... dat is het idee. Het is niet gestolen. Ze hebben dit gekocht zodat ik het terug kan... Waarom is het zo donker hier? Hallo? Oh, ik weet al waarom. Mijn lamp is geoxidized. Die moet ik even helemaal zo doen. Nou, dan heb ik een heel goed idee, jongens. Laten we gewoon terugkopen wat ik nodig heb. En meer niet. We gaan gewoon alleen terugkopen wat ik nodig heb. Even kijken hoor, in de kringloopwinkel. Ik wil graag 1, 2, 3, 4, 5 shulkerboxen terug. 1, 2, 3, 4, 5. Hiervan wil ik mijn smoothstone, dat wil ik wel terug graag. Nou, gelukkig hebben we shulkerboxen bij ons om de spullen in te doen. Ik wil ook even wat diamonds doen erin. Ik wil deze hier wil ik wel terug. We gaan gewoon terugkopen waarvan ik denk, ja, dit ga ik missen zodra ik het niet meer heb. Dat tuf wil ik ook allemaal terug. Zo. Oké, dit wil ik allemaal terug. De rest mogen ze op zich voor nu wel houden. Als ik dit zo zie. Hier. Oh nee, dit koper wil ik zeker allemaal terug. Dat koper, dat ga ik nodig hebben. Ik bouw bijna alleen maar met koper. Zo, dan nemen we dit nemen we ook terug. Wat hebben we nog meer? Wat is er nog meer te koop? Bamboehout. Ja, dat boeit me niet zo heel veel. Dit hout wel, dat wil ik wel terug. Ik bedoel, ik heb genoeg bamboe. Ik heb een hele bamboefabriek. De boekenkasten wil ik terug. Ik wil de dark ook wil ik terug. Dus daar moeten we ook geld voor betalen. En de rest mag voor nu al hier blijven. Ik ben gewoon mijn eigen spullen aan het terugkopen. Ongelooflijk eigenlijk. Hier, dit, die wil ik allemaal terug. En die bamboe, die kom ik misschien... Als ik het ooit nodig heb, jongens, die kringloopwinkel zal vast niet verdwijnen. Dan kan ik het vast nog gewoon terugkopen ooit, weet je. Als ik het echt nodig heb. Oh, nee, de slimes wil ik zeker terug. En de gunpowder denk ik ook wel. Dus dit doen we zo. Het kool, ja, dit wil ik allemaal wel terug. Dit wil ik allemaal zeker wel terug. Daar gaan we dan ook allemaal diamonds voor betalen. Jeetje, wat hebben ze allemaal zitten pakken? Dit hier, nou, dat boeit me niet zo heel veel. Dit boeit me wel heel veel. Dit wil ik allemaal terug hebben. Dit is zo stom, dit. Dit is echt heel stom. Zo, dan hebben we heel veel dingen al terugbetaald. Hier wil ik de glowstone en de magma blokken. En deze ook wel terug. Ik denk dat we dan alles hebben, hè? Oh, hier zitten nog dingen in.
Wil ik hier dingen van terug? Ja, het eten. Geef me het eten maar. Eten is altijd welkom. En voor de rest, die armor trim wil ik ook wel. En dan de rest. Ja, nee, die gebruik ik ook heel vaak in builds. Zo, ik denk dat ik alles heb teruggekocht wat ik echt voor me gevonden. Oh nee, hier nog heel veel. Nou trouwens, ja, doe maar de gravel en de dirt. Die kan ik voor concrete gebruiken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brrrr. En bloep, hoppakee. En de dirt, ja, de mud wil ik ook. En de dirt, en ik heb genoeg dirt en gravel. Ik heb genoeg dirt en gras, jongens. Dat hoef ik allemaal niet extra terug te kopen. Daar heb ik nog genoeg van. Oké, laten we dan alles weer even meenemen. Heb ik al, ik ga alles nog even één keer controleren voor mijn gevoel. Heb ik teruggekocht wat ik terug wil hebben. En dan kom ik er ook nog met dikke winst vanaf. Hey, kijk dan, 55 diamonds. Dit is eigenlijk helemaal niet zo heel slecht dat dit is gebeurd. Het kon veel slechter eindigen. Goed, laten we dan heel eventjes teruglopen naar mijn chestroom. Dan gaan we even alles weer even sorteren. En dan heb ik ineens een heel leuk idee. Maar goed, eerst even al deze shulkerboxen. Oh, dat gaat echt... Oh, dat gaat zo'n lang werk zijn. Jullie zien me zo terug als alles gesorteerd is. Goed, dames en heren. Heel mijn chestroom is gewoon weer helemaal gesorteerd. Helemaal up-to-date. Ik heb alles helemaal netjes weer op zijn plekje gezet. Het enige wat ik nu even wil doen... is even al deze paarse shulkerboxes meenemen. Want deze zijn allemaal niet van mij. De enige shulkerboxes die ik heb zijn volgens mij deze en nog een paar andere. Waarvan ik niet weet waar ze staan. Hey. Ik wil echt letterlijk net naar jou toe gaan. Oh. Ik wil namelijk deze allemaal teruggeven. Volgens mij zijn het allemaal jouw shulkerboxes. Al die paarse. Oh jee. Het zijn allemaal van jou. Als je... Oh, ik was ook al terug hoor, als je niet wil. Nee, het past wel. Ik heb heel mijn kistenkamer weer moeten sorteren. Jeetje, poepwerk. Ach, is het gelukt? Ja, het is wel gelukt. En ik heb, kijk, wacht. Het is even naar de gezellige... Ik ben wel mijn... Oh nee, vuur heb ik al nog. Kijk, als we heel even leuk naar de dingen gaan. Ik heb even lekker geshopt hier bij de kringloopwinkel. Oh, ja. Hier, ja. Nee, je mag niet. Geen toegang. Oh. Wacht even. Oh, shit. Ik ga even het bordje aanpassen. Geen toegang als je Max of Char heet. Zo, dat kan. Char zonder hoofdletter. Wacht, stond dit er echt oprecht? Ja, dit stond er. Dat heb ik niet gedaan, dat woordje. Dat klopt niet. Hoezo? Nou, lees het. Geen toegang als je geen Max of Char heet. Ja, dat klopt. Oh, klopt wel. Ja, nee, laat maar. Jeetje. Ja, ik heb een paar dingen teruggekomen, niet alles. Ik heb een paar... Maar laat je wel de dingen liggen die ik niet gekocht heb nu, of... Deze neem ik mee. Ja? Ik hoef er niet alles deze te hebben. Deze gooi ik. Nee, oh, weakness, nee. Hier, dan drink ik deze. Oh. En dan ben ik onzichtbaar. Dit is heel raar. Oké. Okay. Dus die doe ik hier. Oké, okay. Maar mijn vraag was eigenlijk... Jouw kan ik deze kringloopwinkel bijvullen? Ja. Maar... Je mij niet ziet volgens mij. Ik kijk naar een Elytra en een beroep. Ja. Wacht, ik heb wel wat voor... Heb je iets voor op mijn hoofd? Heb ik iets voor op jouw hoofd? Nou, boeien. Maar wat is de enige voorwaarde? Want ik wil hem best wel bijvullen. Niet uit mijn kistenkamer. Nee, oké. Okay. Ik zou wel niet uit jouw kistenkamer bijvullen. Maar ik wil ook nog wel de kringloopwinkel even bijvullen. Dat ja, dat wel is leuk. Goed. Maar dan neem ik wel het geld wat hier ligt weer mee, goed? Ja, dat zou ik meenemen, het geld. Dat geld zou ik zeker meenemen. Dat is verstandig. Ga ik even een dukje doen. Jeetje, was ik zo rijk? Heb ik dit je hebt meer dan bijna 2,5 stack diamond uitgegeven, hè? Dat is echt niet normaal hoeveel diamonds jullie hadden uitgegeven. Oh, ik ben ook echt nog 2 minuten in onzichtbaar. Oh mijn god, waarom heb ik dit gedaan? Nee, dan ga ik hem bijvullen. Komt helemaal goed. Ik ga lekker... Mag ik dat? Heb je dat boekje nog? Ja, maar niet bij me. Oké, ik ga een nieuw boekje fixen. Komt goed. Ga ik regelen. Ja, top. Ik kom ook met een vraag. Ja? Ik moet nu even weer nadenken wat mijn vraag was. Afgeleid. 3 seconden. Ik heb het. Waren er nog trapdoors over? Van kopen? Ja. Ja, gaan we even kijken. Ik heb alles netjes gesorteerd. Ik ben hier. Ik ben je kwijt. Waar ben je? Hier. Ik ben hier. Ja, hier. Nice. Hier. In mijn chestroom gewoon. Ja, maar je bent onzichtbaar. Ik ben in mijn chestroom gewoon. Hier. Ik ben hier. Wat? Hier, nee! Hey, je sloopt het. Wacht even. Nog missen? Hoe kan dat nou? Kom nou maar kopen. Ja. Weet je waar het is? Nee. Nee, ik label niks. Ik zal wel je lighter alleen omdoen. Oh, ik zie nu een vliegje. Nee, ik doe alleen mijn broek aan. Zo. Zo, ik ben mijn broek. Het ziet er heel raar uit, alleen mijn broek. Nee, kijk, hier. Hier zit er nog. Dit is mijn koperkist boven. Oh, top. Wil je trapdoors terug? Maar pak maar wat je nodig hebt. Ik heb wat trapdoors nodig. Ja, pak maar. Pak maar. Pak maar wat je nodig hebt. Zo. Volg de rennende broek maar. Ik vind het er wel leuk uitzien zo. Ik vind deze nieuwe outfit. Het is een lopende broek.
Ik vind het wel wat. Hebben gewoon zo'n klein broekje. Zoals dit. Ziet er zo stom uit van als dat. Een lopend broekje gewoon zoals dit. Nee, ik ga ook even de kringloop bijvullen. Komt helemaal goed. Doe dat. Doe dat, inderdaad. Wat vind je van mijn gebouw? Even kijken. Joris noemde net een keer een muziekbox die je op kan pakken. Muziekbox? Ja, dat je zeg maar dat de hendel is waar je hem kan pakken. En oh! Een soort box, weet je? Ja! Het is één grote partybox, mijn gebouw. Ja. Welk merk? Balnoot. Oh ja, die is dat slijp, hè? Ja, Balnoot. Het beste muziekwerk die er is. Oké. Okay. Nou, misschien moet ik daar ook even langs gaan dan. Ja. Mooi. Doei. Doei. Goed, laten wij heel even twee shulkerboxen pakken hier. Dan hebben wij nog meer nodig. We hebben namelijk mijn diamonds nodig hier. En ik wil graag een lectern hebben. Die hebben we ook. En ik wil een boek en quill wil ik hebben. Maar die heb ik. Ik heb wel een boek. Als we dan hier in Venetië even kijken waar een kippetje te vinden is. Want hier hebben ze altijd wel dieren. Volgens mij is het het blauwe huis het dierenhuis. Wacht. Ja, kippetjes. Kom maar hier. Ik wil één kippetje hebben. Want ik heb namelijk een veer nodig. Zo, dan hebben wij een veer. Dat is helemaal top. En dan hebben wij alleen nog even één inktvisje. Hoppakee, nodig. Zo, boek en quill. Ik wil namelijk het magazijn, of hoe noem je het, de kringloopwinkel, wil ik ook wel graag bijvullen. Maar dan moeten we eerst iemand zijn spulletjes even zien te... zijn spulletjes zien te kopen. Zodat ze daarna terug kunnen kopen. Wat bij mij gedaan is, gaan we ook bij iemand anders doen. Maar wie is een goed doel wil? We hebben Joris en Shard, die hebben het bij mij gedaan. Misschien is het leuk om een nieuw persoon hierbij te betrekken. Ja, Rick. Perfecte doelwit. Of Justin. Rick of Justin. Weet je, we doen boer... Ik ga boer Justin gaan we doen. Het is tijd om boer Justin. We lopen even door zijn kas heen. Boer Justin. Jongen, waar zijn je spullen? Waar zijn jouw kisten? Zitten die in dit huisje hier? Ik denk het wel. Het is wel heel leuk ingericht hier. Volgens mij hierboven. Ja, hier. Dit is 100% zijn kistenruimte. Laten we dit even een beetje opruimen eerst. Die doen we netjes hier. Oké, dan leggen we mijn shulkerbox hier neer. Dan heb ik 55 diamonds. Wat gaan we bij Justin even kopen? We gaan allemaal leuke dingetjes even hier kopen. En die gaan we gewoon hierin stoppen. Zijn inktzakjes. De boekwinkel. We gaan letterlijk een boekje van hem kopen. Wat vuurwerk kan wel gewoon goed van pas komen. Hier de mini hooibalenhoofdjes. Wat bricks is altijd wel leuk. Oh, wat irritant. Ik snap nu dat het heel makkelijk is. Dit was natuurlijk voor Joris en Char was het ook een hele makkelijke taak. En ik zie nu waarom ze dit gedaan hebben. Het is echt zo gedaan. Oh, hier. Die hoofden gaan we meenemen. Enchanted Golden Apple ga ik meenemen. Zand, diorite, sandstone. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee, dan doen we hier ook weer 5 diamonds in. Doe heel even alle spullen die we zojuist hebben verzameld hierin. Wat goede spullen heb jij te koop staan, Justin. Ik wist niet dat je dit allemaal te koop had staan, joh. Hier allemaal nog meer goede handige dingetjes en zo. 1, 2, 3. Die boog die kunnen we ook wel mooi verkopen in een kringloopwinkel. Dan dit hier allemaal. Dat nemen we ook leuk mee. Cactus. Een mooi hoofd van aan Michael die ik hem ooit gegeven heb. Harry. Deze dingen hier. 1, 2, 3, 4. Is er nog meer? Is er nog meer dat we hier lekker kunnen pakken? Ik wil het elke kist... Oh, hier, deze kist hier. Ik wil het elke kist wil ik wel wat gepakt hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, zo. Ik wil 10 diamonds overhouden, dus laten we nog even nog het laatste beetje pakken. Pakken hier nog wel wat dingen. 1, 2, zo. Dan hebben we deze dingen allemaal mooi gepakt. Dan hebben we heel Justin zijn inventaris hebben we basically in deze twee shulkerboxen zitten. Dan moeten we natuurlijk nu alleen nog de lectern hier plaatsen. En dan een leuke boek en quill schrijven. Goed jongens, we hebben even een leuk boekje geschreven. Die gaan we erin plaatsen. En dan gaan we hem even lezen. Aankopen waarhuis Justin de Boer. Review, hashtag 1, naam Walnut, review. Ik heb hem 4 sterren gegeven van de 5. Ik wil zo meteen al uitleggen waarom. Opmerkingen, erg mooi waarhuis. Handig voor als je snel spullen nodig hebt. Erg goedkoop, alles kostte maar 1 diamond. Ik wilde dit eerst 5 sterren geven, maar wegens de grootte en de ruimte en de rommelige indeling moest ik toch 1 ster schrappen van deze review. 9 van de 10, ik kom zeker nog wel eens terug. En op de laatste pagina, nieuw kringloop. Spullen kwijt, diamonds te veel. Kom nu snel naar de nieuwe kringloopwinkel, gevestigd in het oude magazijn van Walnoot. Neem al je diamonds mee en kijk snel of jij wat leuks ziet staan. Nou, dat zou wel duidelijk zijn voor Justin natuurlijk dit. Heel zijn chestroom is geplunderd met allemaal diamonds overal ingedropt en zo. Laten wij dan snel naar beneden gaan. Hier, we nemen de shulkerboxen mee. Dan vliegen we even naar de nieuwe kringloopwinkel, gevestigd in mijn oude magazijn. Dat is ongeveer hier natuurlijk zo.
En dan ga ik wel even wat nieuwe spullen pakken, want ik wil denk ik nog wel een ander kraampje erbij hebben. Nog een derde kraampje. Dus laten wij nog heel even hierheen vliegen wat spullen pakken en dan gaan we een derde kraampje erbij bouwen. Doe een oranje kleur. Oranje is wel leuk. Oranje met grijs. En ik zag dat Char en Joris het met spruishout gedaan hadden, dus dan moeten wij dat ook natuurlijk wel even met spruishout doen. En natuurlijk hebben wij dan nog wat kisten en barrels nodig. Dus we hebben hier kisten en barrels. Oké, laten we even kijken. Ik denk dat ik hem hier wil bouwen. Hij mag er gewoon heel simpel uitzien. Helemaal in dezelfde stijl als dit hier allemaal. Dus ik zou zeggen, zo hier eentje. Dan hier eentje. Er staat hier nog een crafting table in de hoek waarmee we allemaal slabs kunnen maken. Die doen we dan heel simpel hier zo. Doen we in het midden doen we zelfs nog gewoon een ster. Hoppakee. Fences hebben we dan leuk om dit te doen. Zo, zo, daar eentje en daar eentje. Dan gebruiken wij oranje wol. Maar eerst moeten hier nog slabs opkomen. Hier nog een slab en hier nog een slab. Dan oranje wol zo hier plaatsen. Dan halen we die even weg. Plaatsen we daar grijze wol. En die kan dan doorlopen tot hier zo. Kijk, dan ziet het er bijna hetzelfde uit, joh. Als die hier tegenover. Dat ziet er zo goed als hetzelfde uit. Alleen dan met grijze. Ik heb geen witte wol. Hebben ze niet toevallig witte wol gekocht? Want dat is eigenlijk wel even wat leuker dan grijze wol. Godverdorie. Geen witte wol? Weet je wat? Ik heb een idee. Ik heb deze hier. Dan gaan we die gewoon leuk gebruiken. Hier, dat ziet er ook een beetje licht uit. Geeft ook nog gewoon een mooi wit kleurtje af. Zo. Maar het ziet er serieus wel leuk uit. Doen we er een sign bij. Sign bij? Doen we er een sign bij? Kraam Justy. Nou, trouwens. Nee. Ik ga het gewoon lekker helemaal verspreiden. Dan pakken we de kisten en de barrels. Doen we daar een barrel plaatsen. En dan doen we hier doen we nog die weghalen. Zo. Doen we daar nog een kist plaatsen. Oké, laten we eerst even ergens hier bovenin mijn eigen spullen doen. Dat ik het niet verwarm met zijn spullen. Dus we hebben mijn eigen spullen weggestoken. Oh nee, dit vuurwerk is wel van hem. Oké, laten we deze chocoboxen plaatsen. Dan gaan we alles gaan we eventjes hier heel random verspreiden gewoon. En dan mag Justin hetzelfde traject doorgaan als dat ik door moest. Zo, laten we hier beginnen. Laten we gewoon wat random spullen erin doen. En ik ga het ook wel leuk een beetje gewoon echt verspreiden zoals dit. Oh, wat irritant. Ik ga het ook niet sorteren. Ik moet zeggen Shore en Joris. Ja, nee. Joris en Char. Die hadden voor mij enigszins nog alles wel een beetje gesorteerd. Maar ik ga heel vervelend ga ik alles gewoon helemaal een beetje random verspreiden. En het leuke is, jongens, in dit geval. Justin, die kan ook gewoon spulletjes van mij kopen. Ik bedoel, ik heb niet alles gekocht. Dus alles wat ik niet hoef, dan kan hij als hij wil gewoon kopen. Stel hij denkt, nou bijvoorbeeld deze keer zie je, dit was allemaal van mij. Maar ik hoef het niet meer. Kan hij het gewoon kopen als hij wilt. Hij mag het hebben. Hij mag zelf kiezen wat hij wil kopen. Dat is het leuke. Een soort van, nou het is maar net wat je leuk noemt voor hem, maar het is wel grappig. Nou just, dit is succes met deze troep hier allemaal. Ik vond het heel vervelend om dit allemaal terug te kopen. En het om allemaal weer te sorteren in mijn kistenkamer. Maar jij vindt het vast niet vervelend, hè. Oh, dit is trouwens niet... Jij vindt het vast niet... Kijk, kan je zelfs gratis of hele dure bamboe kan je kopen. Nou, dit is toch gewoon helemaal geweldig zo. Volgens mij heb ik het wel leuk verspreid allemaal nu zoals dit. Deze kan weer weg hier gehakt worden. Kan ik mijn eigen spullen kan ik weer terugpakken. Nou, Justin, er is een kraampje bijgekomen. De kringloopwinkel is helemaal uitgebreid. Dan kan ik hier nu geen toegang als je geen... Hoef ik alleen de naam aan te passen naar Justin. Geen toegang als je... En dan, het was even een beetje onduidelijk dit... Geen Justin heet, zo. Geen toegang als je geen Justin heet. Want ik mag alleen Justin hier nu naar binnen. Om de spulletjes te gaan te kopen. Dat niet andere mensen per ongeluk de zijn spullen in de kringloopwinkel kopen natuurlijk. Ik vind dit wel helemaal geslaagd idee, die kringloopwinkel. Eerst was ik genaaid, nu is Justin genaaid. En Justin mag waarschijnlijk weer iemand anders naaien. Klinkt als een typisch Conrad Veen verhaal dit. Goed, dan heb ik nu nog 10 diamonds. Maar ik ben al een tijdje niet in mijn winkel geweest, jongens. Of in mijn winkels zelfs. Hey, Jopie, hoe is het nou met de bodyguard business hier? Heen? Nog mensen weggestuurd? Goed, hey, we gaan even kijken. Esmeralda, als je wederom niks verkocht hebt, hè, dan moet ik misschien kijken of we een supervisor hier neer kunnen zetten. Ik wil je niet ontslaan. Oh mijn god, er is echt niks gekocht. Oh, waarom koopt niemand de cactus? Oh, jawel. Oh, ik schrok al eventjes. Ik dacht wel dat de cactus business heel slecht was. Esmeralda, ik wou je bijna ontslaan, hè, jonge dame. Maar je krijgt een tweede kans. Je hebt wat verkocht. Gerwin, my boy. Heb jij wel dingen gekocht? Verkocht bedoel ik. Nee. Gerwin. Je gaat me niet zeggen dat je niks hebt verkocht, hè. Gerwin. Oh, trouwens. Damn, Gerwin. Gerwin, my boy. Mijn jongen. Damn, wat heb jij veel verkocht. Let's go, Gerwin. Promotie. Hier, neem een biefstukje om het te vieren. Of een pork chop. Dan lopen we langs de slimewinkel. Lopen we hier naar Kikkerlamp. Geen dank. Die nog steeds geen winkelmedewerker heeft. Oh, alles is uitverkocht. Ik moet met... Oh, jongens, we zijn rijk. We zijn rijk. We zijn helemaal rijk. Let's go. Dat duurde echt veel te lang. Goed.
goed, er zijn nog een aantal dingen die ik met deze diamonds wil doen. Ik ga heel even een beetje shoppen. Ik kom namelijk van heel wat dingen heel veel tekort. Vliegen we eerst eventjes hier, boah, 360, naar de shulker of de vuurwerkwinkel van Char. En dan moet ik eerst een paar diamonds nog indoen, want ik had een paar rockets geleend in de afgelopen tijd. Dus zo, dan zijn we helemaal up-to-date. Dan vliegen we even door naar de eetwinkel hier van Floor en René. Want dan wil ik even nog meer eten kopen, lekker. Zo. En voor een of andere reden heb je misschien wel in een KB's-video gezien. Het varken is weg. Ik heb post! Ik hoor dat ding afgaan. Oh, er is post! Van wie? Volgens mij van Harlow. Ik heb post van Harlow. Van wie is dit? Rijmpje. Van Albert Heijn. Van Albert en Heijn voor Walnut. Van Albert en Heijn voor Walnut. Oh mijn god, wat is dit, een rijmpje. Oh, dit is waarschijnlijk voor een van die missies van Char, dit. Nou, laten we dit rijmpje even voorlezen. Beste Walnut, hierbij ons prachtige gedicht van de twee mensen uit een gesticht. Je denkt vast, wie mogen dat zijn? Nou, wij zijn Albert en Heijn. Dat was natuurlijk een grapje, wil je soms een bami-hapje? Wel van de Albert Heijn natuurlijk, dit bedoelen wij niet figuurlijk. Het zijn twee topmensen die kunnen en willen zeker diamonds toewensen. Weet je het nou nog niet? We heten geen Margriet. Even een kleine hint, het gebouw waar één... Even een kleine hint, het gebouw waar één van ons woont... Het gebouw waarin één van ons woont hangt veel wind. Verder is het erg kleurrijk en lijkt het een beetje op een koninkrijk. De ander woont erg klein, maar het is een goudmijn. Je kan er ook in rijden en aardappels in snijden. Weet je nu wie we zijn? Dan is dat erg fijn. Stuur ons gauw een rijmpje terug, dan is dat ook weer achter de rug. Met onze vriendelijke groet en een smakkert op je snoet, Albert en Heijn. Wat was dit? Wie heeft dit nou weer gestuurd? Albert en Heijn van Harlow. Het is 100%, het is gewoon Harlow. Harlow, rare gedichtjes naar me op te sturen. Jeetje. Nou, ik vind het wel leuk. Ik weet niet of ik een gedichtje terug wil sturen. Maar dankjewel voor het leuke gedicht, Harlow. En trouwens, jongens, moet je vanaf hier zien hoe groot mijn basis eruit ziet. Hij steekt er echt met een paar koppen bovenuit. Vooral vanaf deze hoek vind ik het grappig. Dan zie je gewoon... Dat rook, die rookpluimen, je ziet die bogen en zo vanaf hier. Het is zo een mega basis aan het worden. Dat gaat nog zoveel leuker worden. Dus heb even geduld met deze basis, jongens. Goed, maar ik moet ook mijn winkels trouwens een beetje bijvullen. Want ik heb natuurlijk wel heel veel dingen nu leeggehaald daar. Maar het is ook de bedoeling dat ik hem dan weer bijvul. Ik moet wel op blijven opletten, jongens. Scherp blijven. Hier, allemaal cactus eruit halen. Gaan we die cactus gaan we gelijk even naar mijn winkeltje brengen hier. Hallo Joop, ik mag binnenkomen, dat weet je. Goedemorgen Esmeralda, ik kom even de dingen bijvullen hier wat gekocht is. Dan moeten we ook nog even naar mijn bamboefabriekje toe lopen hier. En daar ben ik wel benieuwd naar. Hoeveel bamboe is hier inmiddels in? Oh, best wel chill. Dat zijn serieus chille nummers gewoon. Chille hoeveelheden. Ik zei chille nummers. Ik vond het al een rare zin. Oh, verkeerde winkel. Ik moet hierheen helemaal bijvullen, die zooi. Het is gewoon helemaal leeg gekocht, dit, joh. Goed, en dan wil ik nog even een bezoekje brengen aan iets nieuws, jongens. Er is namelijk in Joris zijn gebied zijn volgens mij twee winkels geopend. We hebben natuurlijk Joris' gebied hier. Dat is al heel erg aan het uitbreiden in de afgelopen tijd. En wat hebben we allemaal hier? Dit is niet een winkel. We hebben hier... Speedshop. Volgens mij is dit de vuurwerkwinkel van Joris of de redstone winkel. En sowieso ziet dit er zo leuk uit. Ik vind dit gebouw hier vind ik echt geweldig. En wat hebben we hier allemaal voor leuke dingen ook? Is die al open? Rocket. Nee, hij is nog niet open. Hier komt een rocketwinkel, de vuurwerkwinkel van Joris. En hier, even kijken. Ja, hier Main Street. Kijk jongens, dit ziet er toch leuk uit, dit gebouw. Ik vind dit zo'n geweldig gebouw. En hier worden volgens mij lampen verkocht. Kijk, je kan hier kopen... Sea lanterns kan je kopen. En dit ziet er ook heel leuk uit. Je kan soul lanterns kan je kopen. Je kan beacons kopen. Hoe duur? 15 diamonds voor één beacon. Ongelooflijk. Dan kan je een endrot kan je hier kopen. Dat ziet er ook heel leuk uit. Die endrots ga ik zeker kopen. Wat hebben we nog meer boven hier? Copper bulbs. Oh, één diamond. Oké, dat is te doen. Redstone lamp. Die zijn vooral geweldig. Glowstone. Shroom lights. En ook nog gewoon lanterns hier. Ah, oké jongens. Ik ben een grote voorstander van deze winkel. En ik weet zeker dat ik hier heel vaak terug ga komen. En ik denk dat ik gewoon één beacon ga kopen vast. Ik heb namelijk nog geen beacon. En het leuke is, je zou zeggen, oh hij verkoopt beacons, handig. Nee, daar vergis je in. Hij verkoopt ze inderdaad, maar niet voor het nut van de beacon. Hij verkoopt ze voor het nut van lampen. Onze Joris hier heeft gewoon letterlijk beacons gebruikt als lampen. Deze man heeft volgens mij een Wither Farm ergens. Ik kijk ook gewoon zijn lantaarns op straat. Zijn allemaal beacons. Dat is ongelooflijk hoeveel beacons deze man gebruikt. Hé, hey, wat is daar in de verte? Wat is dit hier? Wat hebben we hier? Oh, hier is hij nog druk mee bezig. Dan komen we hier later wel terug. En inderdaad, dat heb je misschien in meneer KB's video gezien. Er is nu een tunnel
vanaf de basis van Joris, die loopt helemaal hierheen. Dan kom je hier zo op de straat van meneer KB uit waar mijn muur onzichtbaar was. En dan kom je hier leuk in het wijkje van KB. En volgens mij is het de bedoeling dat je de straat dan hier kan volgen, dan hier over de brug heen gaat. Dat er dan hier de muur in gaat, dan onder mijn basis doorgaat en dan hier uitkomt. En ik gok dat dat de reden is dat meneer Svark hier weg is. Maar misschien kunnen we dan ook wel zorgen dat hij op een bepaalde manier bij mij uitkomt met een soort lift. Misschien in mijn kringloopwinkel hier. Want die zit volgens mij precies wel een beetje op die route. Of ik kan gewoon hier een pad maken, zo wat er nu al staat. En die dan daarheen brengen en gelijk naar Mandy's Mansion. Ik wil ook een beacon gebruiken voor de flex. Waar gaan we dat doen? Ik wil een beacon gebruiken voor de flex. Gewoon, het heeft geen nut, maar het ziet er gewoon cool uit. Weet je wat, we doen dat hier. We hebben dit ding hier in het midden. Dan gaan we gewoon deze weghalen. En dan een beacon opplaatsen, zo. Dan hebben wij voor de flex hebben we ook een beacon. Let's go! Ik weet niet wat we eraan hebben, maar het ziet er cool uit. Goed, jongens, maar voor nu ga ik deze video afsluiten. Als je dit kijkt, ben ik als het goed is of op vakantie of bijna op vakantie. Dus ook de aankomende Content Veen video's zullen iets korter zijn dan normaal. Zodat ik gewoon zoveel mogelijk video's voor jullie online kon krijgen. Terwijl ik 2 weken lekker in de zon zit. Lekker aan het zonnen ben. Een drankje in mijn handen, een hamburger in de andere hand en gewoon lekker in mijn zwembroekie. Vind je het gebouw nou leuk? Vergeet dan zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook niet te abonneren. En kijk lekker deze video. Dit is namelijk een video van Makkus. Makkus, mijn aardvijand is weer terug, jongens. En weet je wat? Ik gun het hem wel stiekem een beetje. Dus kijk nou gewoon even zijn video. Makkus de YouTuber, goede YouTuber. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telfie, flesje bier. Tot de volgende keer.